Charles, hoe voelt het om terug in het Kuipje te zijn? Heerlijk dat gras onder mijn voeten te voelen en al die toffe vrienden nog eens te ontmoeten. En dan straks als ik tussen de supporters ga staan, dat moet het worden. Hè. Hebben ze je al gezien? Hebben ze je al verwelkomd? Nee, ik had een interview met de mensen van P-Magazine en ik heb daar wat incognito ergens in een hoekje gaan zitten. En nu ben ik net in het stadion gearriveerd en binnen 5 minuten ga ik naar de supporters toe. Hè. Wat denk je dat de match gaat worden vandaag? Ik hoop alvast, omdat Westerlo nog geen enkele wedstrijd verloren heeft, dat ze nu, ik vandaag hier voor de eerste keer terug ben, dat ze zeker niet gaan verliezen. Ik hoop dat ze de dag of de avond winnend gaan afsluiten. En dan ga ik alvast een leuke nazomer tegemoet, als ik het zo mag stellen. En gaan we je nog eens zien in het Kuipje hierna? Natuurlijk, want dat zal altijd een grote plaats in mijn hart blijven. En vooral die supporters. Die hebben me het mooiste uit mijn carrière bezorgd. Ik zeg het nog eens, ik wil het nog zeker een keer herhalen. Ik wil heel mijn carrière, die toch rijk was aan ongelooflijke ervaringen, opdoeken voor dat terug te beleven van tegen Eupen. Want dat maakt de mens maar eens in zijn leven mee. Dat op basis van de eerste helft dat wij al dik voor hadden moeten staan. En we hebben 7-8 hele grote kansen gehad. En we zijn eigenlijk 2 keer gepakt op een counter en dat zag er niet goed uit. En, dus ik denk op basis van de hele wedstrijd was er maar 1 ploeg die verdiende te winnen en dat waren wij. Ja, na de rust moest jij onverwacht in de tribune. Wat was er precies gebeurd? Ja, oké, een akkefietje met mijn collega's. Ik vond dat het niet paste dat die mannen gingen rechtstaan op een heel klein foutje om proberen iemand een gele kaart aan te naaien. Wij hadden dat ook kunnen doen met de fout van Skulason, wij deden dat niet. Nou, dat is een bepaalde tendens die een beetje nu zich meester maakt van de banken. Altijd rechtstaan bij een fout. Nou, wij willen dat niet doen, wij willen doen daar niet aan mee. Maar natuurlijk ben ik wel de dupe daarvan, omdat in de rust die mannen dan nog een beetje olie op het vuur gooiden. Ja, en natuurlijk met de tensie en de emotie en 2-0 achter, ja, dan ken je wel. En een beetje reactie geweest en is een discussie geweest en ik was de dupe, ik moest boeten. Het is een beetje onverwacht dat ik toch aan de aftrap mocht komen door de blessure van Dorda. Maar ja, ik heb gewoon proberen mijn wedstrijd te spelen en het beste ervan proberen te maken. Dus. Hoe moeilijk was het om Zulte tegen te houden? Ja, ze hebben natuurlijk wel veel aanvallende kwaliteiten. In de omschakeling zijn ze ook altijd sterk, dus daar moesten we wel voor opletten. Maar ja, we hebben dat proberen zo goed mogelijk op te vangen. Ja, wel 2 domme golen natuurlijk, maar we hebben dat toch nog kunnen rechtzetten in de tweede helft. Ja, jullie zijn 37 thuismatchen ongeslagen. Dat is toch wel een hele sterke prestatie, hè? Ja, dat is heel knap natuurlijk. We gaan dat proberen nog zoveel mogelijk eraan bij te breien natuurlijk. Ja, dat is natuurlijk wel leuk.
We hebben al na 3 minuten een goede kans. En die zat naast. En eerste omschakelmoment van Waregem was doelpunt. Daar waren we een beetje naïef of slechte keuzes gemaakt. Maar wat daarna gebeurde, dat was onwaarschijnlijk. Ik denk dat Bossut de wedstrijd van zijn leven heeft gekipt, zeker in de eerste helft. Ik heb 8 of 9 reddingen van hem op de doellijn geteld. Dus dat was echt onwaarschijnlijk, die uitslag in die helft 0-2. Ja, in die helft, ja. Natuurlijk, dat kan je dan vertellen tegen die spelers. Die zijn niet slecht bezig. Die hebben 9 kansen gecreëerd tegen Zulte Waregem. Alleen, geen goals gemaakt. En we hebben geprobeerd positief te blijven en blijven op dezelfde manier door te duwen, door te doen. En geluk was dan in de tweede helft een klein beetje op onze kant dan. En dat was zeker een vast, geen gevleite punt. Als 1 ploeg verdient te winnen, dan waren we dat. Maar achteraf bekeken, we zijn zeker blij met die 1 punt dat hier gebleven is. Ik vind wel dat we een goede wedstrijd hebben gespeeld vandaag. We hebben de eerste helft toch 5-6 kansen gecreëerd. Tweede helft ook. Niet gemakkelijk als je 0-2 achter staat met rust. Maar we hebben goed teruggevochten en chapeau voor de mentaliteit van de groep. Maar het was wel heel moeilijk om ze tegen te houden, hè? Ja, natuurlijk. We krijgen de eerste kans is voor ons na 5 minuten. En dan scoren zij een beetje later. En dan, ja, dan krijgen we wel een klopje. Moesten we even van herstellen. Maar ik vond wel dat we dat goed deden. Want we kregen echt mooie kansen. Alleen dat doelpuntje viel niet. Maar ik ben toch blij met het resultaat eigenlijk. Volgend weekend eindelijk rust. Komt dat als geroepen? Ja, misschien wel. We hebben nu toch 6 vrij zware wedstrijden gehad. En nu is het een weekje rustig aan, alles wel laten bezinken en terug aan het volgende luik beginnen. En dat zal wel deugd doen. We spelen volgende week donderdag een vriendschappelijke wedstrijd tegen Sparta. Nou, dat is een ideaal moment om wat jongens wedstrijdritme op te laten doen. Maar sommige jongens moeten weer fit geraken en dat is een beetje het probleem. We hebben redelijk wat gekwetsten en die moeten we zo rap mogelijk oplappen. Dat komt misschien wel als geroepen. Er is toch wel een aantal blessures, dus misschien daarvoor is het wel goed. Maar langs de andere kant kunnen we ook wel eens doortrainen en dan voor de fysiek een beetje op te krikken natuurlijk na die moeilijke voorbereiding. McDonald kwam terug in de match. Is alles opgelost met hem? Nou ja, het is in zoverre niet opgelost dat hij niet fit is. Dat heb iedereen kunnen zien. Hij is 30 minuten heeft hij gespeeld, waarvan hij na 20 minuten alweer weer heel vermoeid was. Dus wij moeten zeker de trainingsarbeid met hem opvoeren. En dat hij zo rap mogelijk weer het niveau haalt wat de andere jongens hebben.